Sta je in Zeewolde op het strand en kijk je uit over het water, dan zie je aan de overkant Strand Horst liggen. De gemeente Ermelo heeft daar grootste plannen mee. Ze moet er een evenementenhal komen waar 80 dagen per jaar bijeenkomsten voor meer dan 2500 mensen mogelijk zijn. En dat is iets waar Leefbaar Zeewolde zich zorgen om maakt. We verwachten dat er een behoorlijk wat geluidsoverlast is. Zoals u ziet hier, het is een vlakke, een vlakke omgeving, natuurlijk, door al het water wat er is. Nauwelijks enige weerstand. Het en geluid draagt ontzettend ver. Andere onderdeel van de plannen: een hotel met een toren van maximaal 60 meter hoog. Het is niet in overeenstemming met de eerder gemaakte afspraken van de Randmeergemeente om de kustzones in hun natuurlijke hoedanigheid juist te ontwikkelen. En, en te proberen die natuurwaardes te versterken. En daar helpt zo'n 60 meter hoge toren helpt daar niet bij. Voordat het echt te laat is, wil Leefbaar Zeewolde mensen aansporen om in actie te komen. De plannen van de gemeente Ermelo zijn namelijk al bijna af. Ja, het is niet onze gemeente. Maar de gemeente is wel verplicht om de bouwplannen ter inzage te leggen. En daarop kan een zienswijze worden ingediend. Nou, die zienswijze, daarvan hebben we een voorbeeld gemaakt. En die is op onze website beschikbaar. En die richt zich vooral op die twee punten. Enerzijds de zichtlijnen die worden onderbroken door die hoge toren van 60 meter. En anderzijds het te verwachten geluidsoverlast. De partij zet in op aanpassing van de plannen, niet op volledig afstel. Ontwikkelingen juichen we zeker toe als dat precies gaat zoals de eerder gemaakte afspraken en, en dat de natuurwaardes van dit prachtige gebied behouden blijven.